Welkom bij een nieuwe vlog. Nou, zoals ik mijn vorige vlog heb afgesloten, hoopte ik dat dit nu weer een zonnige vlog zou worden. En of het een zonnige vlog wordt. Het is echt, ja, het is bizar. Het is eigenlijk gewoon ineens zomer. Ineens. Want we hebben geen jas, geen vest meer nodig. Ook 's avonds niet. Het is echt, ja. Sinds van de week was het 27 graden. Dus zodra het april wordt. De eerste paar dagen waren nog een beetje wisselvallig. Maar nu is het gewoon lekker zomer. Dit is het paasweekend. In deze vlog zien jullie het paasweekend. Kijk eens hoe leuk. Wij hebben van lieve volgers, die ook nu geëmigreerd zijn, hebben wij bloembollen vanuit Nederland meegekregen. Die hebben dus bloembolletjes voor ons meegenomen. En die hebben we al een tijdje geleden gehad. Een tip om ze nog even in de koelkast te leggen. Hè, om de Nederlandse winter na te bootsen. Superleuk. Ik ben echt benieuwd. Als het goed is, zijn het tulpen. En we hebben er ook nog een paar daar gedaan. Op de residentie, daar tussen de plantjes. Dus kijk, de eerste tulp komt door. Het is Semana Santa. En dat is de paasweek in Spanje. Dus dat is een heel groot feest. Het is wat groter dan kerst. Kinderen zijn vrij van school. En Luca die heeft nu ook een paasvoetbaltoernooi. Daar gaan we nu heen. Maar er zijn allemaal festiviteiten. Kijk hoe leuk. Ja, er zijn allemaal dansoptredens en allemaal sportactiviteiten. Jullie mogen paaseieren gaan zoeken. In onze tuin? Ja, in onze tuin en in het voorplein. Nou, gaan we zoeken, jongens. Goed kijken. Ja, heb je er één? Zoals komt hier er één. Oh, nog één. Volgens mij. Ik heb er al twee bijgevonden. Hoeveel heb jij? Ik heb er drie. Hoeveel heb jij er? Ik heb er drie. Drie. Ja, ik heb er ook drie. Kijk eens goed om je heen. Ben ik warm? Ja, je bent heel warm. In dit shot zie ik de paasei. Twee paaseieren zelfs. En jou. Serieus, hè? Ja! Waar is die andere? Hierboven. Voel maar. Is die hierboven? Voel maar. Ja, ik heb er één. Heb je er weer één? Allebei nog één. Moeilijk. 10 per persoon. Laatste, Jen. Ik denk dat het een paars ei is in een paarse boom. Ze lijken allemaal zo erg op die paas. Oeh, ja. Jij even iets beter zoeken. Wij hebben hem gevonden. Wij hebben hem gevonden. Ik weet waar die is. Goed zoeken. Heb je hem? Ja. Ja. Jee. Lekker zitten. Lekker paas ei eten. Kijk, we hebben ook hier wat bolletjes geplant. Kijk, leuk hè? Mooie Nederlandse bloemen. Super bedankt, Wil en Wietske. Wauw! Allemaal mooie flamingo's hier. Ze zijn al een tijdje geleden neergezet hier op deze rotonde, maar we zijn er nu voor het eerst. Leuk hè? Wij zijn onderweg naar een foodtruck. Nou ja, festival, maar het is gewoon eigenlijk een vaste foodtruck area. La foodtruck. Kijk eens hoe leuk. Dit is gewoon vast in Torrevieja, dus dit is eigenlijk altijd. En is gewoon een soort, ja, foodtruck festivaletje. Dus hier staan een aantal foodtrucks. Dan gaan we lekker wat eten en wat drinken. Hamburger zonder tomaat. Welke dan? Dan met deze zaad en dan geen tomaten.
Nou, dus we hebben bij die foodtruck hebben we eten besteld. En bij deze hebben we nu drinken. Gisteren hebben we al lekker eitjes gezocht en zijn we naar het Food Truck Festival geweest. En nu zijn we onderweg naar de Midget Golfbaan. En dat is een hele mooie. Wij vinden het eigenlijk de mooiste die we ooit gezien hebben, denk ik. En die heet Greenland Golf. En het lijkt eigenlijk meer op een... Ja, het is een beetje tussen minigolf en echte golf in. Het is echt een super mooie baan, dus dat ga ik jullie laten zien. Toch, Liepo's? Ja. Nou, we zijn er. En we zijn niet de enige. Het is echt paasdrukte, want het is lekker druk op de baan. In Nederland gaat iedereen naar de IKEA en hier gaat iedereen naar de Midget Golf. Ja, blijkbaar ja. Chill. Voor 17 euro kan je lunchen en Midget Golven. Per persoon. Per persoon, ja. Dus dat gaan wij doen. Jenna. Nou, Lucky. Bij elke hole hebben ze dus tips. Goed zo! Woe, dat is heel hard! Oh, lieverd! Ietsje te hard! Is je bal in de sloot? Oepsie. Oh ja, het is in daar. Nou, gelukkig heb je die bal van die meneer gekregen. Oh ja, hier. Ja. Oh, thank you. Your ball is back, Luca. Thank you. Oké, kom op, Binky. Yay. En wie staat er bovenaan, Jen? Jij. Oh. Nou, best wel aardig. Yes, Nick, yes. Zo. Dat was pas één, ja. Drie. Wat? Daar was er ook drie. En draagje. Nou, leuk. Best netjes. Alsjeblieft in. Yes. Ja, nu gaat hier. Vier. Helaas. Wat knap. Ja. Gaat hier.
man. Hoor je wel, man? Nee, dat hoor je niet. Bij mij wel, maar ja, dat hebben jullie gefilmd. Lekker! Die is weg. Dit is de laatste. En dan is je bal Platos. Nummer 3, Luca! Ga erop! Jensy mag naar nummer 2! Yes! En Annie mag naar nummer 1! Echt niet? Ik heb verloren! Nee, helaas, je bent vierde geworden. Ja, nou leuk! Nou, dit is weer het einde van onze vlog. Allemaal weer heel erg bedankt voor het kijken. We hopen dat jullie het leuk vonden. Ik zal de linkjes van het Food Truck Festival en van de Greenland Minigolf zal ik onder deze vlog zetten. Geef een dikke duim omhoog en abonneer op ons kanaal. En tot de volgende vlog. Adios. Adios. Wij gaan lekker zonnen.